Op uw plaatsen. Doei! Met op baan 1 voor ZOB 66 daar Siebert Heller. Baan 2 voor Hogeveen, Erwin Heensjes. Baan 3 voor Weerstedt, Ebel van Gemen. Baan 4 voor Albion de 11, Timo Dinkelberg. Baan 5 voor Willem-Ander, Nico Kamphuis. Baan 6 voor VZC, Brent Gunther. Baan 7 voor VZC, Tom Delmo. En op baan 8 voor Dinkel, Koen Brummelaar. Als Ebel van Gemen of Tino Dinkelberg op het uitkomen is het Ebel van Gemen. 2:10.71. 100ste verbeterd hij zijn persoonlijk record. En kijk eens, het verschil is 700ste van een seconde met Timo Dinkelberg. En zo komen de heren terug aan de muur. Hij is tweede, Brett Gunther de derde positie. De uitslag is officieel, dames en heren, de nieuwe Nederlands kampioen. Dat moet ik niet zeggen. De winnaar van de B-finale, Ebel.